in het herberen van de schapen, van de kudde schapen? Ja, dat klopt. En hoe lang lopen ze hier al? Ze lopen hier nu sinds eergisteren. Ja. En ze blijven hier tot begin volgende week staan. Ja. Het zijn Kempische heideschapen. Het zijn er 167. Ons bedrijf zit in Zevenbergen. Gelijns begrazingsbeheer. En het is dit jaar op proef. En het is in plaats van met de tractoren maaien dat wij met de schapen komen. Ja. Het is een initiatief van wethouder Jansen, hè? Wij zijn echt schaapherders, dus we hebben zelf ook aangegeven dat wij het hier graag zouden willen doen. Ah ja. En dat is ons gelukt. Maar u hebt geen aparte kleding aan als... Als herderin of... Nee, we, niet van net als de tv inderdaad. Wij zijn wel echt de moderne herders. Ja. De oude herders zeg maar, die zitten echt lekker tegen een boom aan te relaxen. Ja. Wij zijn ook volop bezig met bosmaaien, echt landschap onderhoud. En heeft een speciale studie of een speciale school? Nee, ik heb zelf algemene dierenverzorging niveau 3 gedaan. En ben eigenlijk via stage vakantiewerk gaan doen en via vakantiewerk... in vaste dienst gekomen. Hoeveel uren kom je hier? We werken 8 uur op een dag. Ja. En ik werk zelf 5 dagen in de week. En mijn baas werkt eigenlijk wel 7 dagen in de week. Ja. Als het nodig is, dan helpen we mee. Ja, maar ben je met meerdere? Ja. Met z'n drieën zijn we in totaal. Oh, met z'n drieën, ja. Dus het is een beetje part-time? Nee, het is fulltime. Fulltime? Met minimaal 40 uur in de week. Ja, en het bedrijf is Gelijns? Gelijns begrazingsbeheer. Oh, ja. In Zevenbergen, hè? Ja, in Zevenbergen. De schapen zijn uitgeschoren. Ja, dat klopt. En doet het bedrijf ook het schapen scheren? Dat hebben we dit jaar voor het eerst laten doen, want we hebben in totaal meer dan 1000 schapen. Dus dat hebben we allemaal, eigenlijk in 2 weekenden zijn ze allemaal geschoren. Ja. Dus jullie zitten op meer plaatsen? Ja, wij praten van nu, van Oosterhout tot en met Dinteloord. En Schijf en Kaam erbij. Dankjewel. Alsjeblieft.